Zo, laat maar zien. Gevoel naar? Ja, ik zag het. Dat wel een leuke opening, hè? Had ik het idee. Ja, ging wel goed. Oké, dus E4 was het, hè? E5. En nu C3. Ja, D6. Weet je, normaal gesproken doen ze dat niet. Nee, volgens mij paard G6 of zo. Ja, de twee kritieke varianten hier zijn D5 en je hebt paard F6 in deze. Ja, ik heb hier ook wel eens meteen G6 gespeeld met loop G. Ja, ja, dat spelen ze ook wel eens. Maar ik geloof dat deze twee zetten toch de meest kritieke varianten zijn. Ja, dan meteen D5 doen, ja. Ja, want op zich... En dan gewoon loop E7. Wat wit wil is een centrum creëren. Ja, weet ik. Ja. Dus met paard F6 en D5, dat zijn eigenlijk de enige twee manieren waarop je er tegen kan gaan. En D6, dat speelt een beetje in de kaart. Ja, eigenlijk. Maar oké, dat is een openingsdetail. Ja. Dat kunnen we later ook doen. Hij deed meteen. Oké, dus toen D4. Hè? Ja, lijkt me correct. Paard F6. Lopen D3 zag ik. Ja. Die? Ja, ik denk dat hij wel kan. Okay, ja, wel een normale ontwikkelingsset op zich, maar D5 wordt wel aantrekkelijk nu. Ja, ik dacht dat dit wel mee viel. Ja, het valt ook wel mee inderdaad. Misschien niet van E6, ik weet niet. Ja, het lijkt gewoon te gaan. Okay. Kijken we verder. VDD, hè? Ja. Oké, een beetje vreemd. Ja, hij wil gewoon die dekken. En hij wil F4 kunnen. En hij was misschien bang voor iets van lopen G4 of zo. D5 leek me logischer, want dan schop je gewoon het paard direct weg en het ding staat gedekt. Ja, een beetje vreemd. Maar oké, G6 lijkt me goed. Kort. Ik kan misschien ook denken aan E6, maar oké, kort, ja. G7. Hier deed hij H3. Ik weet niet of het een zinvolle zet is eigenlijk. Ik weet ook niet of het zinvol is eigenlijk. Waarschijnlijk op paard G4 te stoppen, ja, of, maar... Hij was waarschijnlijk bang voor iets van lopen G4 en dat het vandaag ging gaan. Had je ook ideeën daarmee? Of? Ja, nou, in de stelling met de paard op F3 is het nog wel een vrij logische zet. Maar... Ja. Ik weet niet of ik hem nu nog wel zou doen. Maar was je dit ook van plan, lopen G4 of paard G4? Of, Ik denk dat ik hem wel had gespeeld, denk ik. Maar... Zat je eraan te denken in dit soort stellingen? Nou, laten we eerst eens proberen. Ik denk om... dat je die kan je hier misschien nog maken. Oké, dan kijken we die eerst. Dan moet hij wel F4 doen. Ja, het mooie is, dit paard kan niet weg. Nee. Vanwege dit ding. Dan vervliegt hij meteen de bolle toren. Ja, dus als je die doet en je doet lopen mal, dan kan hij niet met het paard terugslaan. Je hebt helemaal niet zoveel van. Dus paard G5 heeft misschien ook niet heel veel zin. Dan zou ik eerder proberen... Als je op C3 staat, wat ga je dan doen? Nou, mijn idee is om weer paard A2 te doen. En te kijken of ik je toren toch nog in kan slaan. Ja, maar ik kan dan toch meteen ook... Precies. Nou, ik doe die. Ja, dan sla ik toch op E3 en dan... Ja, dat moet wacht, dan kan je gewoon misschien met je pion gewoon terugslaan. Merk dat? Oh nee, dan sla ik gewoon op D4 met mijn loper. Oké, goed. Je staat nu wel een stuk achter, hè? Dus als je hier slaat, dan kan ik ten eerste je toren pakken. Oké, dat werkt dus inderdaad. En dan sta ik er volle toren voor. Ja, want... Maar goed, we moeten even doorrekenen, want je kan hier nog dit nog doen. Ik moet wel hierheen. En dan lopen B5. Nu heb je lopen B5. Ja, maar ik kan of, hier... Of eerst hier slaan, dan lopen B5. Oké, laten we dat eens kijken. Die. Klaar. Nou, ik moet die doen, of die. Oké, nee, maar eerst lopen B5, denk ik beter. Dat werkt dus niet, nee. Oké, dus nu lopen B5. Ja, nu kan ik die doen. Sla ik maar niet of even. Ik denk dat je hier moet slaan. Ja, je hebt gelijk. Je moet hier slaan. Ja, ik denk dat het niet werkt. Ja, dan sta je een stuk achter. Ja. Dus paard D4 was wel een hele sterke zet eigenlijk als we het zo bekijken.